Dames en heren, Almere's zetten zich in voor de veiligheid in hun eigen stad. Samen zijn we verantwoordelijk voor onze stad, om de stad veilig te houden. Dit is de Landelijke Veiligheidsdag. Naast mij staat de baas van de politie van Flevoland op dit moment, John. Wat vind je van de Veiligheidsdag? Nou, dat is altijd een mooi moment om aan het publiek te laten zien wat we daadwerkelijk aan veiligheid doen. En dat we echt wat uit de kast kunnen trekken als het erop aan gaat komen. Maar ook om laagdrempelig te laten zien wat we allemaal kunnen en wat we doen. Volgens mij een heel mooi evenement en ook heel zichtbaar wat wij dan ook als driehoek afspreken. En vervolgens welke gevolgen en welke acties daaruit voortkomen. Hier staat de driehoek, officier. De politie, de burgemeester, samen nemen we beslissingen alleen maar om Almere veiliger te maken. En iedere gemeente in Nederland heeft zo'n driehoek. De minister van Justitie en Veiligheid, Gert Grapperhaus, zal zo direct arriveren per helikopter om ook deze veiligheidsdag duidelijk te tonen hoeveel respect en waardering hij heeft voor de veiligheidsdiensten in ons land. Zij staan 24 uur per dag paraat, 7 dagen per week, om hulp te verlenen aan iedereen. Deze landelijke veiligheidsstap staat in het teken van cyberveiligheid. In Nederland betekent het in wezen dat we er een soort tweede huis bij hebben gekregen. En dat is dat digitale huis. En daar moeten we echt met elkaar niet meer aan wennen, maar mee aan de slag. Geef inbrekers geen kans. Draai de deuren digitaal op slot. Minister Grapperhaus geaccepteerd. Burgemeester Weerwind geaccepteerd. U bent beide geautoriseerd om de publiekscampagne Cybercrime te lanceren. Je hoeft maar even niet op te letten en je bent net die ene persoon die in een mail, betaalverzoek of sms van een internetcrimineel trapt. Dus als je gegevens moet invullen, eerst checken. Als je geld moet overmaken, eerst checken. Als je op een link moet klikken, eerst checken. Eerst checken, dan klikken. Kijk waar je op moet letten op veiliginternetten.nl. Maak het ze niet te makkelijk. Tja, ik blijf het toch zeggen hoor. U sprak net over het gewone huis, het fysieke huis. En u sprak over het digitale huis. En dat is heel belangrijk. Want mensen worden steeds meer via de e-mail, via WhatsApp, sms opgelicht. Door allerlei criminelen die zich voordoen als de bank of als een dierbare of wat dan ook. En dit is echt een belangrijke stap voorwaarts dat we samen deze afspraken gemaakt hebben. We gaan er keihard tegenin. Wij hebben in samenwerking met het bedrijf Illionix hebben wij deze hacktent opgezet. Om burgers binnen Almere bewuster te maken van de gevaren die horen bij cybersecurity. Ik denk dat je het meeste risico loopt als je niet bewust bezig bent met het internet. Dus als je apps installeert die je eigenlijk niet kent. Als je geen updates uitvoert. Als je geen antivirus software hebt, ik denk dat je op dat moment echt het meeste risico loopt. Sinds de Landelijke Veiligheidsdag, hij is voorbij. Kijk je erop terug? Nou, een mooie dag. Veel publiek, veel dingen kunnen laten zien als hulpverleningsdiensten. En volgens mij een hele gezellige sfeer. Komt er een zevende? Als het aan mij ligt wel. Ik vind het ook. Fantastische dag. André van der Belt, politiefunctionaris. Met hem werk ik nou samen. Samenwerken, gemeente, politie, leidt tot een veiligere stad. Dank voor jullie werkzaamheden die jullie doen als dienders. Klasse. Graag gedaan en tot volgend jaar. Volgend jaar, 7e Landelijke Veiligheidsdag.